Your suffering is almost over. U bent bijna uit uw lijden verlost. One more night tomorrow night. Nog één avond morgen. And you can send him home. En ja, iedereen kan naar huis. Tonight we're still going to continue with this subject. Vanavond gaan we door met het onderwerp. Because we need some more inoculum. Want we hebben wat meer serum nodig in ons lichaam. These are issues that are becoming the vogue in the world. Dit zijn de onderwerpen die belangrijk zullen zijn in deze wereld nu. Well, let's put the pieces into practice. Laten we de stukken in de praktijk een plaats geven. Now please, this is not an attack on individuals. En let wel, dit is geen aanval op individuen. This is to deal with the issues. Dit gaat om de zaak zelf. Robert Schuller wrote the foreword to a book by Paul Yonggi Cho. Heeft een voorwoord geschreven in een boek van Paul Yonggi Cho. Which is called The Fourth Dimension. Wat heet de vierde dimensie? He heads the largest church in Korea. Hij is heeft de grootste kerk in Korea. And he speaks about visualization. Hij spreekt ook over visualisatie. And Robert Schuller said, I discovered the reality of that dynamic dimension in prayer that comes through visualizing. Ik heb de werkelijkheid ontdekt van die dynamische dimensie, de vierde, in gebed. Dat komt door visualisatie. Don't try to understand it, just start to enjoy it. It's true, it works, I tried it. Probeer het vooral niet te begrijpen. Begin er gewoon mee, geniet ervan. Het is waar, het werkt. Ik heb het zelf geprobeerd. Now visualization is the first principle of what system? En visualisatie is het eerste principe uit welk systeem? Yes, uit the exercises of Loyola. Dat is van de oefeningen van Loyola. So it's very important that we trace the roots to where it comes from. Dan is het voor ons belangrijk om te zien waar de bron daarvan, waar het vandaan komt. The psychologist Michael Yapko says. Een psycholoog Michael Yapko zegt. Many times therapists aren't even aware that they're doing hypnosis. En veel therapisten. Even het goede woord. Veel therapeuten zijn zich niet eens bewust dat zij hypnose toepassen. They're doing what they call guided imagery, which is visualization. Zij doen wat genoemd wordt begeleiding door beelden. En dat is visualisatie. Meditation. En dat is geleide meditatie. And which is very mainstream hypnotic technique. En dat is eigenlijk de belangrijkste vorm van hypnose en de techniek daarvan. Now the trouble with hypnosis. Het probleem met hypnose is. Is that it's control over your mind. Dat het de beheersing over uw geest geeft. And that is the one part that we may never ever surrender. En dat is een onderdeel, de geest die je nooit mag overgeven aan een ander. God does not work via hypnosis. God werkt niet door middel van hypnose. He works via freedom of choice. Hij werkt door middel van een vrije keus. Now, when we go into the study, als we nu beginnen met onze studie, we can see that this is an integrated study. Dan is dit een geïntegreerde studie. Every aspect of humanity is going to be pulled in. Ieder aspect van het mens zijn is daarin betrokken. Religion is just one aspect that's going to form part of. En de godsdienst is daar slechts één aspect van, wat een onderdeel daarvan uitmaakt. Of this pantheistic fusion. Van een pantheïstische samensmelting. Now let's have a look at Jung. Laten we eens luisteren naar wat Jung zegt. This is their own webpage. Dit is hun eigen webpagina. And it's the mystical experience registry of Carl Jung. Het is de mystische ervaring en wat daarvan vastgelegd wordt. Now Jung had many spontaneous visions. En meneer Jung had spontaan veel visioenen. And these are detailed in his book Memories, Dreams, Reflections. Waarvan alle details vastgelegd in het boek Herinneringen, Dromen en Overdenkingen. And they're fascinating. En het is fascinerend. Because they parallel the experience of Ignatius Loyola. Want ze liggen helemaal parallel aan de ervaringen van Ignatius Loyola.
Now, let's have a look at one of them. We gaan er één bekijken. This is an experience that he didn't give a date to. Het is een ervaring die niet gedateerd is. And he talks about the technique is realistic visualization. De techniek die gebruikt wordt is realistische visualisatie. So he imagined going down 1,000 feet into an abyss. Hij gaat in gedachten 1,000 voet de diepte in een afgrond. So he comes to a cosmic abyss. Hij komt tot een kosmische afgrond. And then he catches sight of two people. En dan is in zijn gezicht zijn er twee mensen. And the one is an old man and the other a beautiful young girl. Eén is een oude man en de ander is een prachtige schone jonge dame. Well, he summons up his courage and he approaches them. Hij vat moed en hij benadert ze. Now the old man turns out to be Elijah. En die oude man blijkt Elia te zijn. And the girl happens to be Salome. En dat meisje is Salome. Well, that's fascinating. Dat is toch wel interessant. Because here you have the daughter of Herodias. Want hier is de dochter van Herodias. Who asks for the head of John the Baptist. Die het hoofd van Johannes de Doper vroeg. So you have the Elijah of the end time and you have the antagonist of the end time. Je hebt dus hier de Elia uit de eindtijd, maar ook zijn tegenstander. And he thinks, what a strange couple. En wat een vreemd stel. But Elijah tells Jung that Salome and he belong together for all eternity. Maar Elia geeft aan dat hij en Salome voor eeuwig samengevoegd zijn. Which is the marriage of good and evil for all eternity. Dat is dus een huwelijk van het goede en het kwade voor alle eeuwigheid. So this is the yin-yang principle. Dat is hetzelfde als yin en yang, hetzelfde principe. Now this is a psychologist Jung. Dit is dus een psycholoog die Jung. Well, he has his conversations with Elijah. Hij raakt in gesprek met Elia. But we don't have to go into all the details. Maar alle details zullen we achterwege laten. He also has this experience with the spirit Ka. Maar hij heeft ook Egyptians. Een ervaring met de geest Ka van Egyptische afkomst. So here you have the full catastrophe, the full fusion. Hier is dus een volledige samensmelting. Now let's jump to the Jesuits. Laten we overstappen naar de Jezuïten. This is the St. Louis University. Dit is de Universiteit St. Louis. And it's talking about Ignatian passion. Het gaat over Ignatius en passie. And please note Carl Jung and the spiritual exercises of Ignatius Loyola. En hier vinden we beide namen Carl Jung en de geestelijke oefeningen van Ignatius Loyola. So here we have a Jesuit retreat. Een oord waar mensen zich terugtrekken voor Jezuïten. And now let's see what they're studying. En laat ons zien wat ze bestuderen. The course is given by Anthony Moore, PhD. Deze cursus wordt gegeven door Anthony. Dat is een afgestudeerd persoon met een graad. And he is special assistant to the president of Georgetown University. En hij is een zeer apart gestelde assistent voor de president van de Universiteit van Georgetown. That's of course the Jesuit University in the United States. En dat is de Jesuïtische Universiteit in de Verenigde Staten. That's where Clinton was trained. Daar is ook Clinton getraind. Now, let's see what he says. En laten we zien wat daar gezegd wordt. He says, what do a 20th century Swiss psychoanalyst and a 16th century Spanish mystic have to say to each other? Wat hebben een 20e eeuwse Zwitserse psychoanalyst en een 16e eeuwse Spaanse mysticus elkaar te vertellen? This workshop is based on the premise that Carl Jung offers a uniquely compatible psychological framework for understanding the dynamics of the spiritual exercises of Saint Ignatius Loyola. Deze studie hier is gebaseerd op de veronderstelling dat wat Carl Jung te bieden heeft, is volledig in overeenstemming met het psychische basiswerk voor het verstaan van de dynamiek van de geestelijke oefeningen van Ignatius Loyola. So the Jesuits are using the Jungian psychology. En de Jesuiten gebruiken dus de psychologie die Jung hier voorstelt.
Please notice that it leads to the discernment of spirits. Het leidt ertoe dat je geesten kan onderscheiden. A movement of the self towards wholeness. En dat je het zelf beweegt naar het geheel zijn. It's based on self. Het is gebaseerd op het ik, op het zelf. And then of course hearing the king. En dan natuurlijk ook om de koning te horen. This is experiential psychology. I would like to rather call it experiential psychosis. Dat is dus een. It was a long sentence. Please, try again. I was naughty. Yes, it's try again. Experiential psychology. Het gaat om ervaring van de psychologie, een ervaring daarin. But I would like to call it experiential psychosis. Maar ik noem het meer een psychose die je ervaart. That's perhaps naughty of me. En dat is een beetje lastig. All right, so now we have married. Nu hebben we. We have married. Maria. No, married. We have married together. Oh, we hebben gehuwd. Gehuwd, yes, that's nice. The Jesuits and the Jungian psychology. De Jesuiten en de psychologie van Jung. Now let's go to practical New Age. En laten we naar de praktische kanten van de New Age kijken. And let's go to Oprah Winfrey. En bijvoorbeeld Oprah Winfrey. She advocates a course in miracles. Ze beveelt een cursus in wonderen aan. It's a book called A Course in Miracles. Het is een boek. En dat boek heet een studie in wonderen course. Now, you must understand something about this. U moet van dit boek iets weten. This is a channeled book. Het is een boek wat, channeled, gekanaliseerd. Gekanaliseerd. Yes. Maar het heeft iets te maken met de geesten die daardoor heen. Yes. This is a channeled book directly from the spirit world. Het is een boek wat dus direct als een kanaal is doorgegeven. It's written by Helen Schuckman. Het is geschreven door Helen Schuckman. Doesn't Helen stand Schuckman. There. Okay. 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 Now I had a lot to do with this. Ik heb daar veel mee te maken gehad. My, how do I call her? Hoe zal ik dat noemen? My stepmother-in-law. Let's call her like that. Mijn stiefschoonmoeder. Was the one who gave this course in Africa. Gaf deze studie in Afrika. It teaches you to be God. En het leert je om God te zijn. It teaches you to become Christ. En het leert je om Christus te zijn. And it teaches you that you do not need salvation. En het leert je ook dat je geen redding nodig hebt. So they say it's not a religion. Ze zeggen dat het geen godsdienst is. But it's psychological mind training. Maar dat het een psychische training van de geest is. Okay, now what does it entail? En wat bevat dat allemaal? Well, they have the power of meditation. De kracht van meditatie. Notice that they have a coach. En daar is een coach bij betrokken. Or a spiritual director, if of you want. Iemand die geestelijk daaraan de sturing en and leiding geeft. And here they are in conversation with each other. Please note the webpage, I'm not making it up. En hier zijn ze met elkaar in gesprek en u ziet het komt van een webpagina. Het is niet verzonnen. And what are they talking about? En waar spreken zij over? They're talking about quiet time with yourself. Ze spreken over tijd en rust nemen met jezelf. Turning your vision inward. Je visie naar binnen richten. And closing your eyes and allowing this thing to work. En dan de ogen sluiten en zien hoe dat van binnen werkt. Right, they say it's probably the most important thing in your life. En ze zeggen dat het ook waarschijnlijk het meest belangrijke is wat je in je leven moet doen. You sit comfortable. Voel je vooral gemakkelijk. And you just start there. En begin daar. And you start centering up for yourself. En je begint helemaal de focus te zetten op jezelf. So now let's see what happens. En laten we zien wat er dan gebeurt. Let's go to the sports world. We gaan naar de sportwereld. And here you have the Beijing Olympics. Dat is de Olympische Spelen in Beijing. Now, how are students, how are athletes trained these days? Hoe worden de atleten tegenwoordig getraind? Just for your information, the big sports clubs in the world are owned by these institutions, the Jesuits and the Knights of Malta. En voor uw informatie, al die trainingsinstituten worden beheerst vanuit de Jesuiten. And the Knights of Malta. En de
De knechten van Malta, maar dat ridders is van Malta. De ridders van Malta. Dank yes, je. They own all the mega clubs. Zij zijn eigenaar van al die mega clubs. But that's another lecture. Maar dat is een studie apart. Now let's look at sports psychology. En laten we kijken naar de psychologie die gebruikt wordt in de sport. Visualization. Visualisatie. Here, for example, mind training for triathlon. Een training van de geest voor een triathlon. Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Wat de geest kan bevatten en geloven, dat kan het ook volbrengen. So here you program yourself through visualization. Je programmeert door visualisatie. Mentally imagining yourself to perform at peak levels. En mentaal verbeeld je dat je presteert op topniveau. Well, what do we have to do? You have to have effective visualization. Wat je moet doen is effectieve visualisatie. You need the hypnotic recording en in your ears. Daarvoor moet je op de hypnotische weg dingen vastleggen. Perfect for visualization. En dat is dat sluit perfect aan met visualisatie. And it gets stronger every day. Het wordt per dag sterker als je dit beoefent. And you can even listen to this hypnotic tape while you are asleep. En ook naar deze hypnotische tape kan je luisteren terwijl je slaapt. Let's go to the big swimming training expert. Laten we kijken naar de training die gebruikt wordt bij het zwemmen. Mind training for swimming. De training van de geest voor de zwemmers. It has to be a little bit different. It has to be specially tailored for swimmers. Het is een beetje anders. Het wordt speciaal aangepast voor de zwemmers. Here's the trainer. Dit is de trainer. And what does he do? En wat doet hij? Diploma of clinical hypnosis. Hij heeft een diploma voor klinische hypnose. It's mind over matter. Mind over matter. Dat is de geest, of dat is de aard van de zaak. Here's another one. Hier is een ander. He trains baseball players, basketball players, martial arts, you name it, all of them. Hij traint tennisspelers, basketbalspelers enzovoort enzovoort. And what do they do? En wat doen zij allen? Well, he is a hypnotherapist and a psychotherapist. Hij is een hypnosetherapeut en een psychotherapeut. Oh, and he trains lawyers and salespeople for the largest corporations in America. En hij traint ook dokters en wetgeleerden en de verkopers, handelaren. Here's another one. Hier is nog iemand. He has worked with Olympic athletes. Hij heeft ook gewerkt met Olympische atleten. And what do they do? Visualization. En welke techniek gebruiken ze? Visualisatie. Beyond hypnosis. Voorbij hypnose. Are you getting the picture? Krijgt u een beeld van wat hier gebeurt? So from Robert Schuller. Van Robert Schuller vandaan. To Jung. Tot Jung. To the Jesuits. En de Jezuïeten. To the sports world. De sportwereld. To the new age world. De wereld van de new age. They're all doing it. En allemaal gebruiken ze het. And this is the technique that has to come into every single church in the world. En dit is de techniek die ingevoerd moet worden in iedere kerk over de hele wereld. Well, let's go one further. Laten we nog een stap verder gaan. Well, here you go straight into the new age, ascended masters. Hier gaan we de new age binnen. And what do they do? En wat doen zij? Visualization. Visualisatie is God's attribute and power of sight. Is een attribuut dat God geeft van macht en gezicht. And it acts in the mind of man. En het acteert, het vindt plaats in de geest van de mens. And now please watch. En let op. It's the most powerful means. Het is het meest krachtige middel. Of bringing it into his visible, tangible experience. Om het binnen te brengen in zijn zichtbare en tastbare ervaring. What have we got then? Wat hebben we hier? Then it's no longer faith. Dan is het niet langer geloof. Remember our definition? Weet u onze definitie nog? Faith is the geloof. Substance of things hoped for. Is de substantie. Het is de zaak wat we hopen. The evidence of things not seen. Het is ook het bewijs van de zaken die we niet zien. And without faith it is impossible to please him. Zonder geloof is het niet mogelijk om hem te behagen. And whatever is not of faith is sin. En wat niet uit geloof is, is zonde.
So this doesn't qualify as faith. This is tangible reality. Dit is dus geen geloof. Dit is tastbare werkelijkheid. And behind it all sits Ignatius Loyola spiritual exercise. En achter dit alles schuilt de geestelijke oefening van Ignatius Loyola. Even Dave Hunt said. En ook David Hunt zegt. That visualizing. Thinking, speaking is part of occultism. Dat visualisatie, dat denken daarin, spreken enzovoort is occultisme. And these are techniques to create a reality. En dit zijn technieken om een werkelijkheid te creëren. So as soon as you have these techniques, it's a cult. Zodra je bezighoudt met deze technieken, spreek je over een cult. Now let's get back to Robert Schuller, where we are square in Protestant church. We gaan terug naar Robert Schuller. Daar zijn we midden in de Protestantse kerk. You know, you don't know what power you have within you. Je bent je niet bewust wat voor kracht er in je ligt. You make the world into anything you choose. Je kan de wereld veranderen in alles wat je maar wil. Whatever you want to be. En wat je ook zou willen zijn, kan je zijn. Here you have this power of positive thinking. Je hebt hier de kracht van het positief denken. He said it's important to remember that meditation in any form is harnessing by human means of God's divine laws. Het is belangrijk om te bedenken dat meditatie in welke vorm dan ook is harnessing. Make it available to you. Dat het dan beschikbaar komt als een menselijk middel. Yeah. He also says that you must use the M sound. Hum, hum. Het wordt ook gezegd dat je het M geluid moet gebruiken. And one way to do it is to say I am, I am. En één manier om dat te doen is door te zeggen ik ben. Ja, bij ons niet helemaal. Nee. The other one would be to say om, om. En de andere manier is om. Well, he doesn't say om, he says the I am. Hij zegt hier niet het om, hij gebruikt het I am. He says move into the mighty moods of meditation. Ja, beweeg je in het gebied van meditatie, de macht die daarin ligt. He says talk about sacred solitude. En spreek over de geheiligde eenzaam zijn. Now, where does that come from? Waar komt dat vandaan? That's monasticism. Dat komt uit de gedachte van kloosters. And that's where you withdraw to holy silence. Dat is waar je terugtrekt voor heilige stilte. Serenity and silence. Voor serene omgeving en stilte. And then you come alive in this garden of prayer. En dan kom je tot leven in deze tuin van gebed. He says it's not only for new ages, it's for us. Het is niet voor de new age, het is voor ons. So here we have the marriage of all of these. Maar hier hebben we het samengaan van al deze. Please note that Psalms 119 verse 48 says. In Psalm 119 vers 148 staat. Mine eyes prevent the night watches that I might meditate in thy word. Mijn ogen voorkomen of I don't know how to translate the first part. Well, just say, I stay awake at night so that I can meditate in your word. Ik blijf in de nacht wakker, zodat ik het woord in de nacht kan overdenken. So I meditate at night in my bed. Ik overdenk het woord in de nacht in mijn bed. And I meditate on your works. En ik overdenk uw werk. Now, what does that word mean? Wat betekent dat? Well, here's the meaning, here's the root. En de betekenis, de grondbetekenis in dit woord. It means to ponder, to think about God's word. Dat betekent erover nadenken, het woord van God. It means to talk with God about God's word. En dat betekent dat je spreekt met God over dit woord. Speak, pray. Spreek en bid. It doesn't mean en niet met van die rare geluiden. All right, let's see where we go. En laten we zien waar we verder gaan. Schuller says the secret of winning unchurched people. En Schuller zegt dat het geheim om de onkerkelijke te winnen is quite simple. Is heel eenvoudig. Find out what would impress them and give it to them. En zoek uit wat indruk op ze maakt en geef dat ze. That's interesting. Dat is interessant. I thought we should preach truth. Ik dacht dat we de waarheid moesten brengen.
Where's he get his ideas from? Norman Vincent Peale. En waar haalt hij deze ideeën vandaan? Van Norman Vincent Peale. Who was a 33 degree Freemason? Die was een 33ste graad vrijmetselaar. As he is too. Evenals hij zelf ook is. He says the church's problem is, and this is very important. Het probleem met de kerk is, en dit is belangrijk, that it had a God-centered theology for centuries. Dat het voor eeuwen een op God gecentreerde theologie had. When it needs a man-centered one. Maar het heeft juist een op de mens gecentreerde theologie nodig. Now, why do you go to church? Waarom gaat u naar de kerk? To get your needs satisfied? Om uw behoeften vervuld te krijgen? Or do you go to church to worship God? Of om God te aanbidden in de kerk? And isn't it God who takes care of all your needs? En neemt God niet de zorg voor al uw behoeften? Doesn't the Bible say, and my God will take care of all your needs? Zegt de Bijbel niet, en mijn God zal zorgen voor al uw behoeften? He might use the church to do it. Natuurlijk kan hij gebruik maken van de kerk om dat te vervullen. He might use someone else. Hij kan iemand anders daarvoor gebruiken. But that is not the object of the church. Maar dat is niet het doel waarvoor de kerk is. You are not to be church dependent, you're supposed to be God dependent. Je moet niet afhankelijk zijn van de kerk, maar van God. Now, where did he get this idea from? Waar komt dit idee vandaan dan? Isn't that a good question? Is dat geen goede vraag? Oh. Malachi Martin says. Malachi Martin die vertelt. That at the conclusion of Vatican II, dat bij het sluiten van Vaticaan II, Pope Paul the Sixth told the bishops, de zesde de bisschoppen vertelde, that the church had decided to opt for man, dat de kerk gekozen had om de mens als center neer te zetten, to serve man, om de mens te dienen, to help him build his home on this earth. Om hem te helpen zijn verblijf te bouwen op deze aarde. Man with his ideas and his aims. De mens met zijn ideeën en zijn doelen. Man with his hopes and his fears. De mens met zijn hoop en met zijn vrees. Etc. That it was the church's centerpiece of the church's interest. En dat was het meest belangrijke stuk van de kerk, het belang van de kerk. So the Catholic Church decided after Vatican II. En de katholieke kerk heeft dus besloten na Vaticaan II. That we must get rid of God. Dat we eigenlijk afstand moeten nemen van God. Concentrate on man. Ons moeten concentreren op de mens. And then we'll have them all in one big pot. En dan hebben ze allemaal bij elkaar. Brother, you can now work together with a Jesuit. Ik ben nu klaar om samen te werken met de Jezuïeten. Because now you can go out to take care of the needs of the poor together. Want wij kunnen dus nu de behoeften vervullen samen. Side by side with your Jesuit brother. Samen met onze Jezuïtische broeders. And we can take care of all the problems and the social injustices. En we kunnen onze zorg op ons nemen voor de sociale ongerechtigheid en de zorg die de mens nodig and heeft. And they've created enough of those to keep us busy forever. En er zijn genoeg mensen nu in deze overtuiging, zodat we daar voor eeuwig mee bezig kunnen zijn. But that's not religion. Maar dat is niet wat godsdienst inhoudt. Religion is worshiping Jesus Christ and him crucified as our savior. En godsdienst is het aanbidden van Jezus Christus en hem gekruisigd als onze redder. Call it St. John's, call it help club, call it what you like, but don't call it church. Noem het maar clubs om te helpen of wat dan ook, maar noem het alsjeblieft geen kerk. So here we have a mega problem now. Hier hebben we een mega groot probleem. Self-esteem then, or pride in being human being, is the single greatest need facing the human race today, says Robert Schuller. Eigenwaarde en trots om een mens te zijn, dat is het de grootste behoefte die het menselijk ras op dit moment bezighoudt. He says, do not fear pride. En wees niet bang voor trots. So we have to become proud of what we are. We moeten trots zijn op wat we zijn. And imagine how good we can feel if we can give a bowl of soup to someone who's poor and say, "Here you are." En hoe lekker het niet voelt als we dan ook nog een kop soep aan iemand kunnen geven die daar behoefte aan heeft. Doesn't the Bible say, "Do your good deeds where no one can see you"? Zegt de Bijbel niet juist, doe uw goede werken waar niemand ziet wat u doet? Please don't misunderstand me. En begrijp me niet verkeerd.
I would never turn away someone who's hungry. En ik wijs nooit iemand af die hongerig is. And I'm not saying forget your compassion. En ik zeg ook niet heb geen medelijden. But I am saying don't make that your religion because then you're a Catholic. Maar ik zeg wel, maak dat niet tot je godsdienst, want dan ben je een katholiek. What does Timothy say? Wat zegt Timotheus? He says that in the last days. Hij zegt dat in de laatste dagen. People will be lovers of self. Dat de mensen zichzelf zullen liefhebben. Well, you know the text. I'm not going to read it to you again. U kent die tekst. Ik ga hem niet helemaal voorlezen. And this Protestant writer says. En deze protestantse schrijver zegt. By beholding Christ, you will become changed. Door Christus te aanschouwen word je veranderd. Until you hate your former pride. Totdat je je voorgaande trots begint te haten. Your former vanity and self-esteem and your self-righteousness. Je vroegere dwaasheid en eigenwaarde en eigen gerechtigheid. But you will practice love, patience, gentleness, goodness, mercy. Maar je zal dan in praktijk brengen liefde en geduld en vriendelijkheid en goedheid en genade. It says it's through this avenue of self-esteem. Het is juist door dit kanaal van eigenwaarde and self-sufficiency en in jezelf kunnen voorzien that Satan will seek to ensnare the people of God. Dat Satan op die manier probeert het volk van God te verstrikken. This is serious. Dit is ernstig. So along this basis, every single community church can work together. Langs deze weg kan iedere samenleving of club of kerk samenwerken. The difference between a new ager and a churchgoer disappears. Het verschil tussen iemand die deelneemt aan New Age of lid is van een kerk verdwijnt. Now let's have a look at Schuller's connections with Rome. En laten we kijken welke verbindingen we kunnen vinden van Schuller met Rome. He invited Bishop Fulton Sheen to his pulpit. Hij nodigde de katholieke bisschop Fulton uit om in zijn preekgestoelte te staan. Fulton Sheen. Fulton yeah. Sheen. Yeah. It's, he says it's time for Protestants to go to the shepherd, the Pope, and to say, what do we have to do to come home? Het is tijd voor de protestanten om naar de herder, en daarmee wordt bedoeld de paus te gaan en te zeggen, wat moeten we doen om thuis te komen? He had the plans for Crystal Cathedral, blessed by the Pope. Hij heeft een plan om ook de kristallen kathedraal te laten zegenen door de paus. And he's part of this book where they want to be fully ecumenical between Protestants and Catholics. En hij wil dus ook deel hebben aan de ecumenische beweging in dat boek, waar het samen gaat tussen Protestanten en katholiek. So, he is very active with Rome. Hij is dus heel actief betrokken bij Rome. And notice this statement. En let op deze uitspraak. I'm dreaming a bold, impossible dream. Ik heb een droom die ver gaat en eigenlijk onmogelijk is. That positive thinking believers in God will rise above the illusion of sectarian religion. The illusion dat door positief denken de gelovigen in God zullen uitstijgen boven de illusies die ze nu vinden in hun sectarische godsdienst. That we will rise above doctrinal idiosyncrasies. Dat we boven onze doctrines kunnen gaan staan. Choosing not to focus on disagreements. Dat we niet langer de focus leggen op onze verschillen. You see? Consensus theology. Het gaat hier om een theologie van consensus. That's what we are getting to. En dat is waar we op naar weg zijn. Now let's have a look at his children. Laten we eens kijken naar de Both. Kinderen. Bill Hybels of Willow Creek. Bill Hybels van Willow Creek. Was trained by Robert Schuller. Werd getraind door Robert Schuller. Right. Now, what do they stand for? En waar staan zij voor? Willow Creek teaches visualization. In Willow Creek wordt ook visualisatie formation, geleerd. Formatie. Mentoring. Begeleiding door mentoring. Spiritual direction. Een geestelijke sturing. Consensus. Consensus. Ecumenism. Ecumene. Oh, the whole list is there. De hele lijst vinden we hier terug. What is taught at Willow Creek? En wat wordt dan geleerd op Willow Creek? Meditation promoter, Kerry Wyatt Kent. Degene die dit promoot, Kerry Wyatt Kent. He writes positively. Die schrijft positief. Well, over monastic community. Over de kloostergemeenschappen.
Now let's think again of the exercises of Loyola. En laten we dan meteen denken aan de oefeningen van Loyola. What was one of the exercises? Wat was een van zijn oefeningen? To praise much monasticism. Om het erg te prijzen, het leven in het kloosterleven. Now remember, the founder here was trained by Robert Schuller. En de stichter hier werd getraind door Robert Schuller. Okay, let's go back. Laten we terug. We have to rediscover spiritual formation. We moeten opnieuw de geestelijke formatie ontdekken. Have we lost it? Hebben we dat dan verloren? What is it? En wat is het eigenlijk? Do you know what spiritual formation is? Weet u wat geestelijke formatie, wat dat is? I thank God that you don't. Ik dank God dat u het niet weet. But I'm warning you, it's coming like a flood. Maar ik waarschuw u, het zal als een vloed komen. And therefore, en daarom moet u geïnjecteerd zijn met. Right, let's have a look. Let's have a look at the people they work with. Laten we kijken met welke mensen daarmee werken. They say these practices have now become mainstream. En deze praktijken zijn nu de hoofdmoot geworden. They talk about a man called Scott McKnight. Ze praten over een persoon, Scott McKnight. They acknowledge the Catholic connection. Zij erkennen de katholieke verbinding daar. They bring the Catholic priest Richard Rohr into it. En ook de katholieke priester Richard Rohr is daarin betrokken. Matthew Fox. En ook Matthew Fox. Do you know who Matthew Fox is? Kent u hem? Weet who u wie dat is? Talks about the coming of the cosmic Christ. Die spreekt over de komst van de kosmische Christus. Former Catholic priest, now episcopal priest, one and the same thing. Het was eens een katholiek priester, maar is nu episcopaals, maar ach, het is één pot nat. And then, how big is God by the Jesuit priest Paul Coutinho? Hoe groot is God bij de Jezuïtische priester Paul Coutinho? Who is involved in Hinduism and Buddhism? En hij is betrokken bij Hindoeïsme en Boeddhisme. Now let's have a look at this Rohr fellow that they talk about. Laten we eens kijken naar die man Rohr, waarover gesproken werd. Hier is hij. California Catholic Daily. En dit vinden we in de California Catholic Daily, een blad. He's a Catholic priest. Het is een katholiek priester. And he uses bongos, dancers, and talks about Father, Mother, God. En hij gebruikt bongos en dansers en hij spreekt over Vader, Moeder, God. Before he consecrated the host, he consecrated it to Father, Mother, God. En voordat hij de hostie heiligt, doet hij dat aan Vader en Moeder God. And he talks about this unity that we all have in the Father, Mother, God. En hij spreekt ook over de eenheid die wij samen hebben in de Vader, Moeder, God. So this is straight from the horse's mouth. Dit komt uit de mouth of who? The horse. Dit komt uit de mond van het paard. The paard. Sorry, the horse. The horse's mouth. It's an English saying which says, if you get it directly from the source, it comes out of the horse's mouth. Okay, I don't know that. I like that. Don't try me with this. Okay. I'm not good in that. Het komt direct uit de eerste hand. Kom direct uit de eerste hand, ja. Yeah. Yeah? That's perfect. That's better? Perfect. Okay. Yeah. This is the Willow Creek magazine, issue 4, 2007. Dit komt uit Willow Creek blad, het vierde uitgave van 2007. This is their own magazine. Het is hun eigen tijdschrift. And they're talking about rediscovering spiritual formation. En er wordt gesproken over de herontdekking van de geestelijke formatie. From what? From monastic communities. Vanuit de kloostergemeenschappen. To the emergent church. Naar de voortkomende kerk. So we're taking a Catholic monastic idea and we're bringing it into the church. En we krijgen dus hier een idee uit de katholieke kloostergemeenschap wat de kerk ingebracht wordt. Here he also talks about Scott McKnight, New Testament scholar. Er wordt hier ook gesproken over Scott McKnight en dat is een geleerde over het Nieuwe Testament. It talks about Richard Foster. Over Richard Foster wordt gesproken. Have you heard that name? Kent u deze naam? These are very important names. Het is een heel belangrijke naam. He wrote a book called Celebration of Discipline. Hij heeft een boek geschreven, De Celebratie van Discipline. And what are we going to teach? En wat gaan wij leren? Solitude. Eenzaamheid. Silence. Stilte. Fasting. Vasten. Contemplative approach to scripture and prayer. Een overdenkende benadering van de schrift en gebed. Where do they all come from? Waar komt dit alles vandaan?
Spiritual exercises of Loyola. Van de geestelijke oefeningen van Loyola. They are all there. Ze zijn allemaal daar terug te vinden. This is Ignatian spirituality. Dit is de geestelijke vorm van Ignatius. Scott McKnight, interesting. Scott McKnight, belangwekkend. All right, then he comes out and carries on. Dan gaat hij verder. He says eventually these became accepted and more institutionalized. Ter zijner tijd zullen deze meer geaccepteerd en meer geïnstitutionaliseerd zijn. Mentoring goes mainstream. Dat mentorschap, dat wordt eigenlijk de hoofdzaak. And we're going to see a trend towards a wider acceptance of the use of spiritual directors. En er zal een trend zijn die een grotere acceptatie zal geven aan de geestelijke leiderschapssturing daarin. Which were formerly part of the Catholic tradition. Die voorheen eigenlijk alleen terug te vinden waren in de katholieke traditie. So imagine someone one day walks in and says, this is your new spiritual director. En stel u voor dat iemand straks binnenloopt en aan u voorstelt uw nieuwe geestelijke leider. Then please tell him to go directly outside. Zeg hem dan dat hij beter direct naar buiten kan gaan. Willow Creek magazine scene. Things are going to change. Zaken zullen veranderen. We're going to have a seismic shift. Er zal een seismische verschuiving plaatsvinden. The whole church is going to change. De hele kerk zal veranderen. The music has to change. De muziek moet veranderen. The liturgy has to change. De liturgie moet anders. The way you pray will have to change. De manier hoe je bidt moet anders. The way you do Bible study will have to change. De manier waarop Bijbelstudie plaatsvindt moet anders. You will have to work through this spiritual director. En je zal moeten werken door die geestelijk leider. And so you will be properly trained to be good Christians. En op die manier word je op de juiste manier getraind om een goed christen te zijn. We're going to have a seismic shift. Er zal een seismische verschuiving plaats zijn. We're going to change or die. It's that simple. Of je verandert mee of je sterft. Zo eenvoudig ligt het. This is Willow Creek magazine issue 4 2007. En dit vinden we in een blad van Willow Creek, de vierde uitgave van 2007. So we have all the exercises of Loyola. En we vinden hier dus alle oefeningen van Loyola terug. Let's go to Robert Schuller's next student. Laten we naar de volgende student gaan van Robert Schuller. And that's Rick Warren. Dat is Rick Warren. He's known as America's most influential spiritual leader. Hij staat bekend als de meest invloedrijke geestelijke leider in Amerika. In fact, he's America's pastor. Hij is eigenlijk de predikant van Amerika. Wow, just look what he's all involved with. En kijk waar hij allemaal bij betrokken is. He's invited to speak at the United Nations. Hij wordt zelfs uitgenodigd om de Verenigde Naties toe te spreken. The World Economic Forum. Het Wereld Economisch Forum. The African Union. De Afrikaanse Unie. The Council for Foreign Relations. De Raad voor Buitenlandse Betrekkingen. Well, do you know what that is? Weet u waar dit over gaat? That is actually a secret society in government. Dat is in wezen een geheim genootschap, maar dan op bestuurlijk vlak. And it has a counterpart in London. En daar zit een tegenhanger van ook in Londen. He has to speak to the Times Global Health Summit. Hij heeft ook gesproken voor de Times en dan oh, het he's global a very busy man. De over de het de gezondheidsbijeenkomst wereldwijd. And the US News and World Report named him one of America's 10 best leaders. En in de US News and World Report wordt hij genoemd als een van Amerika's 10 beste leiders. Very important man. Het is een belangrijk mens. Now what organizations does he belong to? Maar van welke organisaties is hij lid? I don't know whether this was a slip, but he admitted it. Ik weet niet of dit een slip van de tong was, maar hij heeft het in ieder geval toegegeven. As a member of the Council of Foreign Relations and Oxford Analytica. Hij is lid van de Raad van Buitenlandse Betrekkingen, maar ook van de Oxford Analytica. Now what is Oxford Analytica? He has their webpage. En wat is Oxford Analytica? Dit is hun webpagina. Founded in 1975. Het is in 1975 gesticht. It's an analysis for
banks, government, international institutions. Het analyseert internationale banken en instituten en and besturen. And it's all the academics and professors of Oxford University. En alle afgestudeerden van de Universiteit van Oxford. Hmm. So this has a lot to do with preaching, right? Dat heeft veel te maken met prediken. Let's see what he preaches. En laten we eens kijken wat ze dan preken. It is my deep conviction that anybody can be one to Christ if you discover the key to his or her heart. Het is mijn diepe overtuiging dat iedereen tot Christus gewonnen kan worden als je de sleutel in zijn hart weet te vinden. The most likely place to start is with his felt needs. En de meest aanneembare plaats om te beginnen is de behoefte die de persoon zelf voelt. Where did you hear this? What? Where did you hear this? Waar heeft u dit eerder gehoord? Schuller said it. Schuller had dit gezegd. Schuller said it. Who said it before him? En wie zei dat voor hem? Paul the Sixth said it. Paulus de Zesde. And when did he say it? En wanneer had hij dat gezegd? Vatican II. Tijdens het Vaticaans Tweede Concilie. Who ran Vatican II? En wie was daar de organisator? The Jesuits. Dat waren de Jesuiten. Okay, just keep the track, keep on the track. U zit op het goede spoor en blijft daar. Notice what he says. Dit is wat hij zegt. Life. God won't ask you about your religious background or doctrinal views. God vraagt niet naar je religieuze achtergrond of je leerstellingen. Only thing that matters is whether you accept Jesus. Het enige wat van belang is of je Jezus aanvaardt. And learn to love and trust him. En of je geleerd hebt hem lief te hebben en te vertrouwen. That still sounds okay. Dat klinkt nog okay. Then he says the last thing many believers need today is to go to another Bible study. En het laatste wat gelovigen op dit moment nodig hebben is om nog weer een Bijbelstudie daaraan deel te nemen. They already know far more than they are putting into practice. Ze weten al veel meer dan dat ze in praktijk brengen. Now I discovered that when I asked the people in Nuremberg. Ik ontdekte dat al toen ik de mensen in Nuremberg vroeg. What the statues mean up there from Daniel 7. Wat de beelden uit het Daniel hoofdstuk 7 eigenlijk betekenen. And nobody could tell me. En niemand kon mij daar iets over vertellen. And the Protestant said, I'm a Protestant but I have never read the Bible. En de protestant die zegt rustig, ik ben een protestant maar ik heb nooit de Bijbel gelezen. And the other man answered. En de andere man antwoordt. The Bible one has, one doesn't read it. Ja, de Bijbel is iets wat je hebt, dat lees je niet. So, you think he's right? Denkt u dat hij gelijk heeft? And then he advocates breath prayers. En dan beveelt hij aan ademgebed. He says many Christians use breath prayers. Veel christenen maken gebruik van ademgebed. You choose a brief sentence. Je kiest een korte zin. A simple phrase that can be repeated. In ieder geval een hele eenvoudige gezegde wat je makkelijk kan herhalen. To Jesus in one breath. In one ademhaling. Where does that come from? Waar komt dat vandaan? Exercises of Loyola. De oefeningen van Loyola. A repetitive prayer. You say herhalen, over gebed, and over and over keer, again. Op keer hetzelfde gebed. So a breath prayer could be Yahweh Shalom. Een gebed of een ademgebed kan zijn God van vrede. Ja, yeah, but say it as Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Then you would say Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Zo gaat dat. Shalom. For 20 minutes. En dat moet u 20 minuten doen. Until you're totally cuckoo. En dan draai je wat door. And self-hypnotized. En je hypnotiseert jezelf. And then you can start visualizing. En dan ben je zover dat je kan gaan visualiseren. Then he says, if you want Jesus to come back sooner, focus on fulfilling your mission, not figuring out prophecy. Als je wil dat Jezus sneller komt, dan moet je je focus zetten op het vervullen van je missie en vooral niet op het je inbeelden van profetie. The Bible says we have a sure word of prophecy. Maar de Bijbel zegt we hebben een zeker woord der profetie. Unto which you do well to take heed. Waar het goed voor is dat je er acht op slaat. This is fascinating. Dit is fascinerend. He talks about spiritual formation is the vital message for the church. En hij zegt dat geestelijke formatie dat de vitale boodschap voor de kerk is. And one of his pastors. En een van zijn predikanten.
teaches enjoying God's presence in solitude. Die leert dat je moet genieten van Gods aanwezigheid in stilte, eenzaamheid. They quote Thomas Merton. En ze halen Thomas Merton aan. Boeddhist. And he likens contemplative prayer to an LSD trip. En hij vergelijkt een overdenkend gebed met een LSD trip. Oh. So he must change frequencies. He has promoted a book called Sacred Pathways. Hij heeft een boek aangeraden, De Heilige Wegen. And he says, I think it highly of his work. En hij denkt dat het werk heel belangrijk is. And there they place emphasis on practical spiritual exercises. En de nadruk ligt daar op praktische geestelijke oefeningen. And he says it's particularly difficult to describe this type of prayer. Hij zegt het is heel moeilijk om deze manier van bidden te beschrijven. Best taught in person. Je kan het best persoonlijk onderwijzen. A centering prayer works like this. En een centraal gebed hierin is zoals dit. Choose a word. Kies een woord. As a focus for your contemplative prayer. Als de focus voor je overdenkend gebed. Repeat the word for about 20 minutes. En herhaal dat woord gedurende 20 minuten. Until your heart seems to be repeating the word by itself. Zodat het als het ware lijkt dat het hart het woord uit zichzelf blijft herhalen. And it comes like breathing. En dat komt dan in een ademzucht eruit. What is this? Wat is dit? This is occultism. Dit is occultisme. I like this Protestant writer. Ik hou van deze protestantse schrijver. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Gebed is het openen van je hart voor God als aan een vriend. Not that it is necessary in order to make known to God what we are. Niet dat het nodig is dat wij duidelijk moeten maken aan God wat we zijn. But in order to enable us to receive him. Maar het stelt ons in staat om hem te ontvangen. Prayer does not bring God down to us. Gebed brengt God niet naar ons. But brings us up to him. Maar brengt ons tot hem. Isn't that refreshing? Is dat niet verfrissend? No hocus pocus. Geen hocus pocus hier. Geen taal als dit. No sitting in a corner with your legs tied round your ears. En niet in een hoekje zitten met je benen om je oor gedraaid. Just a plain talk with God as to a friend. Gewoon eenvoudig spreken met God als met een vriend. The same writer says there are two kinds of prayer. Dezelfde schrijver zegt er zijn twee vormen van gebed. The prayer of form. Het gebed in een bepaalde vorm. And the prayer of faith. Maar ook het gebed van geloof. The repetition. De herhaling. Of a set customary phrases. Van een stel vaste zinnen. When the heart feels no need of God is formal prayer. Terwijl het hart geen behoefte voelt aan God, is slechts een formeel gebed. Christ says, use not vain repetitions. Christus zegt daarom, gebruik ook geen ijdele herhaling. As the who use? Zoals thank you, brother. Dat, de heidenen. As the heathen do. Zoals de heidenen doen. For they think that they shall be heard for their much speaking. Want zij denken dat ze gehoord worden in het vele wat zij spreken. The prayer that comes from an earnest heart. Dat hart of het gebed dat komt uit een oprecht ernstig hart. When the simple wants of the soul are expressed. Waarin de simpele eenvoudige behoeften van de ziel worden uitgedrukt. Just as we would ask an earthly friend. Op dezelfde manier zoals het aan een aardse vriend zouden vragen. For a favor, voor een gunst. Expecting that it would be granted. En in de zekerheid dat het ons wordt toegekend. This is the prayer of faith. Dit is het gebed des geloofs. We don't need hocus pocus, we need faith. We hebben geen hocus pocus nodig, maar geloof. If you hear of new ways to pray, als u hoort over nieuwe wegen om te bidden, run. Maak dat je wegkomt. Warren uses New Age terminology. En Warren gebruikt ook de terminologie uit de New Age. This will be hard to translate. Ik schijn het moeilijk te krijgen. Ja. Yeah. Let's try.
He talks. Well, let's just use the words. He talks about mass transformational leaders. Hij heeft het over een massa-transformatie van de leiders. Creating a synergy of energy. Die een synergie van energie naar voren brengt. Within the circle of influence. Binnen een kring van invloed. Spiritual success. Met geestelijk succes. Oh, goes on and on and on and on. En dat gaat maar door. Successfully directing. Met succes sturing geven aan. This is interesting. Dat is van belang. And where what do you use? You use knowledgeable and committed men and women. En daarvoor heb je nodig mensen met kennis en toegewijd zijn, mannen en vrouwen. You need transformational leaders. En je hebt een transformerend leiderschap nodig. Excuse me. Pardon, waar ging dit over? We need the word of God. We hebben het woord van God. And we need a relationship. En een relatie Religion hebben we behoefte aan. Is not hocus pocus. Godsdienst is geen hocus pocus. It's a relationship. Het is een relatie. Jesus compares our relationship with him as a husband to a wife. Jezus vergelijkt de relatie hetzelfde als met hem als tussen een man en een vrouw. Imagine if I had to spend 20 minutes repeating the same word in a breath prayer. Stelt u zich eens voor dat ik eenzelfde woord 20 minuten lang in zo'n ademgebed moet gebruiken. Before I could finally ask my wife the question. Voordat ik mijn vrouw een vraag kan stellen. She would say, I've gone totally nuts. Mijn vrouw zou zeggen, die is helemaal gek. Now don't you think Jesus will do the same? Denkt u niet dat Jezus tot zo'n gelijke uitspraak komt? This is ritualism. Dit is een vorm van rituelen. Now what does he say about ecumenism? En wat zegt Warren over het ecumene? He says they're all brothers and sisters, whether they're orthodox, whether they're Catholic, whether they're Anglican, it doesn't matter. Hij zegt dat zijn allemaal broeders en zusters. Het maakt niet uit wat ze zijn, orthodox of katholiek of anglicaans, maakt allemaal niet uit. You can add the Muslims, the Hindus, all different religions. En ook de andere religies, moslims en boeddhisten, het maakt niet uit. So, here we have this big interfaith. Hier hebben we dat gemeenschappelijke geloof. And now it gets interesting. En nu wordt het belangwekkend. His main object in life is his peace plan. Zijn hoofddoel in het leven is dat plan van vrede. He actually says, "This is why God made me." Hier heeft God mij voor geschapen. Everything else I have done was simply preparation for the peace plan. Alles wat ik tot nu toe heb gedaan was eenvoudigweg een voorbereiding voor dit vrede, afgekort althans in het Engels plan. And all the churches in the world. En alle kerken in de wereld. Should I repeat that? Zal ik het nog een keer herhalen? All the churches in the world. Alle kerken in de wereld. Will have to take part in a peace plan. Zullen deel moeten nemen aan dit vredesplan. So we need to know what the peace plan is. Dan moeten right? we weten wat dit vredesplan is. Right. Here he says. Hier wordt gezegd. It will be a revolution for global Christianity. Het zal een revolutie zijn die een wereldwijde vorm van christen zijn teweeg brengt. To establish God's kingdom on earth. Om Gods koninkrijk op aarde te vestigen. As it is in heaven. Zoals het ook in de hemel is. Excuse me, whose vision is that? Wiens visie is dat? Whose vision is the kingdom of God is on earth? Whose official theology is that? Wiens formele theologie is dat dat het koninkrijk op aarde zal zijn? Roman Catholic theology. Dat is Rooms-Katholieke theologie. Their theology is amillennialism, their official theology. Hun officiële theologie is het millennium op aarde. So if you want to build that kingdom together with them, you're welcome. Als u dat koninkrijk wilt bouwen met hun op aarde, voel u vrij om dat te doen, maar ik doe niet mee. I'm waiting for a stone to destroy this kingdom. Ik wacht op een steen die dit koninkrijk vernietigt. And I'm waiting for a city whose builder is God. En ik wacht voor een stad waarvan de bouwer God is. Well, let's look at the peace plan.
Laten we naar dat vredesplan kijken. He stands for plant churches. Dat is de letters in het Engels die staan voor het vestigen van kerken. Equip leaders. Leiders toerusten. Assist the poor. De armen ondersteunen. Care for the sick. De zorg voor de zieken. Educate the next generation. En de volgende generatie opvoeden voor die tijd. Where's Jesus? Waar vindt u hier Jezus? Is he anywhere prominent in this plan? Is hij ergens heel duidelijk vooraanstaand aanwezig in dit plan? Let's ask him about his Millennium Peace Plan. Laten we eens verder kijken naar dit plan voor de vrede van het millennium. We're going global, he says. We gaan wereldwijd, wordt hier gesteld. International. Internationaal. And he's going to work with governments and business. En hij gaat samenwerken met de gouvernementen, de besturen en met de zakenwereld. Where did we hear this? Waar hebben we dit? Government. De besturen, de and business. En de zakenwereld. In partnership with the community. In samenwerking met de gemeenschap. Where did we hear? What is that? That's fascism. Dat is een vorm van fascisme. Whose form of government is that? Wiens vorm van bestuur is dat? Roman Catholicism. Dat is Rooms-Katholicisme. According to Civilta Cattolica, the Jesuit mouthpiece. En de Jezuïeten zijn daarvan de katholieke mondstuk. Their magazine, Civilta Cattolica, according to that. Een tijdschrift spreekt het als spreekbuis. That's it. Okay. Now let's see what else he says. Wat wordt er verder gesteld? How will we solve this problem? Hoe zullen we dit probleem aanpakken? Through the peace plan. Door het vredesplan. And what is your greatest hope for this? En wat is de grootste hoop hierin? Now please note. En let op. A second reformation. Een tweede reformatie. The first one was about belief. De eerste had betrekking op geloof. This one will be about deeds. En dit gaat over werken daden. He goes further. He says the first one het divided us. Het gaat verder. De eerste verdeelde ons. The second one will unite us. En de tweede zal ons verenigen. So it's not about doctrine. Het gaat dus niet over leerstellingen. It's about social issues. Het gaat over sociale onderwerpen. This is a Jesuit plan. Het is een plan van jezuïtische afkomst. Well, here are the Millennium Development Goals of the United Nations. Dit zijn de doelen voor het komend millennium vanuit de Verenigde Naties. There is Rick Warren's peace plan. En dat is het plan, het vredesplan van Rick Warren. This one says develop global partnership for development. En voor de verdere ontwikkeling hebben we een wereldwijde partnerschap nodig. The plant churches is to be done like that. En op die manier moeten we ook kerken gaan vestigen. Equip servant leaders. En we moeten de dienstbare leiders toerusten. Don't you like that word? Servant leaders. Ziet u dat woord, de dienstbare leider? Who are they going to serve? Wie gaan zij dienen? Lifelong learning, UNESCO, same thing. Levenslange leerweg. Assist the poor, Rick Warren. En Rick Warren die het had over de armen ondersteunen. Eradicate poverty and hunger, we same moeten thing. Arm zijn en honger uitroeien uit de aarde. Care for the sick. De zorg voor de zieken. Reduce child mortality, AIDS, etc. Same thing. Kindersterfte, AIDS en dat soort zaken moeten we. Educate the next generation. De volgende generatie opvoeden. Primary education. Dat begint op de lagere school. Same plan. Hetzelfde plan. Same architect. Dezelfde architect. Date 2015, it must be finished. En de datum die daarvoor gesteld is 2015, dan moet het klaar zijn. What is it called? En hoe wordt het genoemd? Peace plan. Het vredesplan. What is it called? Peace plan. Hoe wordt het genoemd? Vredesplan. What does the Bible say? Maar wat zegt de Bijbel? When they say, wanneer peace, zij zullen zeggen, peace, vrede, sudden destruction. Vrede, dan volgt spoedige vernietiging. Okay. Here are the UN Millennium End Goals. Hier zijn de doelen van voor het millennium There's van de Verenigde Naties. There's their famous date. This comes from UN.org. Dit kunt u vinden op de webpagina UN.org. There's their date. Keep the promise. En houd de belofte. I'm not trying to make anyone scared. I'm just giving you facts. Ik wil niemand bang maken, maar ik zeg je de feiten. I wish it wasn't 2015. Ik wensde dat het niet in 2015 zou plaats moeten vinden. I wish it would be tomorrow. Ik wensde dat het morgen zou zijn.
I want to go home. Ik wil graag naar huis. Now, the step 4 is the final Genesis, and that would be spiritual formation. En stap 4, dat is de afsluitende Genesis, wording. En dat is de geestelijke formatie. Now let's go a little bit deeper into spiritual formation, because you're going to hear a lot about it in the future. We gaan iets dieper in op spirituele formatie, want u zult er veel over horen. Now let's start with Teilhard de Chardin. We beginnen met Teilhard de Chardin. And here is a new book on him. Er is een nieuw boek over hem uit. And he is, what is his legacy for our globalized world? Wat is zijn erfenis voor de huidige wereldwijde wereld? Who was he? Hoe? Who was he? Wie was hij? He was a what kind of priest? Hij was wat voor priester? A Jesuit priest. Een Jesuïtisch priester. And he was the think tank for the United Nations. En hij was ook de denker voor de Verenigde Naties. The whole of the philosophy of the United Nations is based on him. De hele filosofie die de Verenigde Naties hanteren is gebaseerd op zijn werk. His dream was for humanity to merge with God. Zijn droom was om de mens te laten samensmelten met God. And he said, and he's the most quoted New Age occultist. En hij is de meest aangehaalde New Age occultist. Occulte persoon. Now, I want to teach you some new words. Ik ga u wat nieuwe woorden leren. That you will hear. Die u zult horen. Value Genesis. Een waarde Genesis. Collective co-creation. Een collectieve samenschepping. Combined effort. Een gezamenlijke inspanning. Omega point. Een omega punt. Cosmogenesis. Een cosmogenesis. That's where the cosmos comes together. Dat is waar de kosmos samenkomt. New genesis. Een new genesis, whatever it may be. That's the minds coming together. Dat is waar de geesten samenkomen. This is pantheistic fusion in the world. Dat zijn pantheïstische samengaan in de wereld. For that we need a new spirituality. Daar hebben we een nieuwe geestelijke zijn voor nodig. It will embrace all religions. En dat zal alle godsdiensten omvatten. Did you know in the book Brainwashing of an America? The book Brainwashing, it's a synthesis of the Russian textbook. On psychopolitics. Het gaat hier over een boek Hersenspoeling, wat een synthese is van een Russisch leerboek over psychopolitiek. You don't have to translate it. What it says is, if you don't go along with it, en als u daar niet mee meegaat, you will be snipped out. Dan staat u buiten. You will disappear. Dan zult u verdwijnen in just niets. Like Augustine said. Zoals Augustinus ook aangaf. You have to prune a tree. Je moet een boom snoeien om fruit te dragen. So anybody who doesn't want to go along with it, snip. En als iemand daar dus niet meegaat in het werk, wat je ploep afgeknipt. Teilhard declared. Teilhard zei. All together. Allen samen. Can take part in the spiritual renovation. Kunnen deelnemen aan deze geestelijke renovatie. And then we'll get to the omega point. En dan komen we tot het omega punt. And then we'll be ultra human. En dan wil ook. We will be ultra human. En dan zullen we ultra menselijk worden. And then Christ will come. En dan zal Christus komen. He merges pantheism with Christian doctrine. Hij vermengt pantheïsme en de christelijke leerstellingen. And please note that perfection does not come by the individual becoming one with Christ. En perfectie, volkomenheid, komt niet door het individu dat tot Christus komt. But the whole of humanity. Maar alleen als de gehele mensheid samenkomt. And he says a general convergence of religion upon a universal Christ who satisfies them all. En hij spreekt over een algemene convergentie van alle godsdiensten op een universele Christus. So that's the new religion. Dat is de nieuwe godsdienst die komt. But it's not the religion of the Bible. Maar het is niet de godsdienst van de Bijbel. And his dear little friend Matthew Fox. En hier hebben we onze vriend Matthew Fox. Has this effeminate Jesus. He has what? Effeminate Jesus. Hij spreekt over de vrouwelijke Christus. Well, he's not vrouwelijk, nee, he's effeminate, like a woman. He is almost like a woman. Hij ziet eruit met veel vrouwelijke eigenschappen.
He says exactly the same thing. We don't have to go through all the details. Okay, we gaan niet door alle detail. All right, document Vatican II. Let's go back to the Catholics. We gaan terug naar de documenten van Vaticaan II bij de katholieken. Informing their consciences. Door hun geweten te vormen. The faithful must pay careful attention to the sacred and certain teachings of the church. Moet met zorg de aandacht gevestigd worden op de heilige en zekere leerstellingen van de kerk. Ah. The Catholic Church is by the will of Christ the teacher of truth. De katholieke kerk is met de wil van Christus de leraar van waarheid. The education of conscience is what the church is going to do for you. De vorming van het geweten is wat who's going to do that? The Catholic Church. De katholieke kerk zal dat doen. You're not to prefer your own judgment. Je moet niet je eigen oordeel hoog stellen. And to reject authoritative teachings. En de autoriteit leerstellingen verwerpen. Do you understand why we need spiritual directors to retrain our minds? Daarom hebben we dus die geestelijke leiders nodig om onze geest bij te stellen. The Bible says, do not be conformed to this world. De Bijbel zegt juist, word niet gelijk aan deze wereld. But be transformed by the renewing of your mind. Maar word hernieuwd in je geest. So we need a transformation. We hebben een transformatie nodig. Not a formation. Niet een formatie. The nearest we can come in the Bible is my little children of whom travail in birth until Christ be formed in you. Hetgeen daar het dichtstbij ligt is de uitspraak, mijn kinderen, ik ben in barensnood om u gestalte te geven in Christus. Now, spiritual formation is going to mold you from the outside. Formatie verandert u van buitenaf. And I want to show you again, this is very important, how it's going to be done. En ik laat u opnieuw zien, het is belangrijk om te zien hoe dit zal gebeuren. Let's go to Opus Dei and formation. Laten we kijken bij Opus Dei en formatie. Remember, these people wear little bands to create pain when they walk. U weet toch dat deze mensen bepaalde ijzeren banden dragen, zodat ze pijn voelen als ze wandelen? They have a collection of 999 religious maxims. Ze hebben een totaal bijeengebracht ongeveer 999 van dit soort onderwerpen die je kan doen. What's that really? 666. Turn around. En als u dat op zijn kop zet, dan staat dat voor 666. It was published by Escriva. There he is. Het was gepubliceerd door Escriva. Sorry, Saint Escriva. Sorry, vergeef me. Dit is de heilige Escriva. You can pray to him. Want je kunt ook tot hem bidden. He says the true Christian must be disciplined and obedient to a spiritual director. De ware Christen moet discipline ontvangen en gehoorzaam zijn aan een geestelijke leider. Okay, let's ask them further. Maxim 377 says. En in de stelling 377 wordt gezegd. And how shall I acquire our formation? En hoe zal ik die formatie verkrijgen? How shall I keep our spirit? Hoe zal ik onze geest bewaren? By being faithful to the specific norms of your director. Door getrouw te zijn aan de specifieke normen die uw leider stelt. Be faithful to them and you will be a disciple. You will be an apostle. En dan zult u een apostel zijn. Well, here are the Jesuits again, my friends. Hier zijn de Jezuïeten wederom, mijn vrienden. These are the electors. Dit zijn de kiesmannen. And I want to show you the text. En ik zal u de tekst laten zien. Of the homily of the papal legate. The homily, that's what the speech. Read the speech, yes. Yeah. Om het verhaal te vertellen van de legaat, de pauselijke legaat. Well, that's what the speech he gave to the Jesuits. Dat was het verhaal wat hij vertelde aan de Jezuïeten. At this Jesuit congregation. Aan deze congregatie van Jezuïeten. I'm not going to read the whole thing. Ik zal niet alles voorlezen. He says, as Saint Ignatius teaches you in the spiritual exercises. Gelijk de heilige Ignatius u leert in de geestelijke oefeningen. You must listen to the spirit. Moet je naar de geest luisteren.
And he says, now the vision becomes broader. Maar de visie wordt nu veel breder. It is not only for your own Jesuits brothers. Het is niet alleen voor je eigen Jezuïtische broedergemeenschap. That you must provide a religious and apostolic formation. Dat je een religieuze en apostolische formatie moet brengen. Oh, he talks about Ignatian spirituality. Hij spreekt over de Ignatiaanse geestelijkeheid. And that they must teach people outside the church. Dat ook mensen buiten de kerk daarin geleerd moeten worden. To receive a formation. Om een formatie te ontvangen. Over and over and over again. En dat vinden we keer op keer terug. He says the spiritual exercises are your speciality. De geestelijke oefeningen zijn ja jouw specialiteit. They are a masterpiece of Catholic spirituality. Het is een meesterstuk van katholieke geestelijkheid. So this is what's going to change the world. En dit zal de wereld veranderen. And who are the people they're going to use? En welke mensen worden daarin betrokken? Well, we spoke about this man before. His name is Richard Foster. We hebben eerder over deze man gesproken. Dit is Richard Foster. He starts an organization called Renovare. Hij is de leider van een en stichter van een organisatie Renovare. To make a new spirituality. Om een nieuwe geestelijk zijn te maken. Meditative contemplative tradition. Meditatie en overdenkende tradities. Of Catholic mystics. Van katholiek mysticisme. There's his webpage. Dit is de webpagina. Now please remember, these people are going to train the directors. En dit zijn de mensen die de leiders zullen trainen. And there you have the whole shooting match, contemplative prayer. Daar vindt u alles terug, het overdenkende gebed. Charismatic. Charismatische zaken. Social justice. Sociale gerechtigheid. Word-centered life. Het op het woord geconcentreerde leven. Let's see how word-centered it is. En laten we kijken hoe dat nou eigenlijk geconcentreerd op het woord is. You have to have the spiritual exercises, the spiritual gifts and acts of service. Je hebt hier de geestelijke oefeningen en de geestelijke gaven en de handelingen van dienstbaarheid. And please note that they teach thousands of people. En u ziet hier dat ze duizenden mensen instrueren. And they've launched hundreds of spiritual formation groups. En dat ze honderden geestelijke formatiegroepen tot stand hebben gebracht. Across an unusually wide denominational spectrum. Over een ongekend breed kerkelijk spectrum. Dit is ook een vorm van injecteren. Let's carry on. Let's see. Here is his book, Celebration of Discipline. Dit is zijn boek, de celebratie van discipline. There are 13 sessions. En dat wordt in 13 sessies geleerd. He says the spiritual formation is the bridge we can give some. En de geestelijke formatie is een brug die we sommigen kunnen geven. It was hardly known. Het was nauwelijks bekend. It comes from the Catholic orders. Het komt uit de katholieke orders. And huge numbers are seeking to become certified as spiritual directors. En grote aantallen zoeken wegen om gecertificeerd te worden als geestelijk leider. You have to go to those organizations to be trained. En u zult dus naar deze organisaties moeten om hierin getraind te worden. All right. This is what Albert James Dagger of Media Spotlight says about it. En dit is wat Albert James Dagger in een programma Media Spotlight daarop als commentaar geeft. He says, unfortunately, these exercises serve to do is open the person up to demonic influences. Ongelukkigerwijs is alles wat deze oefeningen tot stand brengen, is het de persoon openen voor demonische invloeden. It results in visions. Het resulteert in visioenen. Out of body experiences. Ervaringen buiten het lichaam. Stigmata. Stigmatiseert. Levitation. Stigmata are the holes in the hands and the feet. Bleeding phenomena. Dus het zijn zaken waarbij handen en benen, voeten beginnen te bloeden. Yes. And miracles. En wonderen. Now let's look at the quotes from Richard Foster. En laten we hier de aanhalingen zien van Richard Foster.
He talks about the inner world of meditation. Hij spreekt over de innerlijke wereld van overdenking. You must use your imagination. Je moet je verbeeldingskracht laten of gebruiken. Where does this come from? Waar kwam dat ook weer van? Exercises of Loyola. Uit de oefeningen van Loyola. Oh, he doesn't even bother to hide it. En hij maakt er ook geen probleem van, hij verbergt het niet. He says Ignatius Loyola in his spiritual exercises constantly encouraged his readers to visualize. Hij geeft aan dat Ignatius van Loyola in zijn geestelijke oefeningen voortdurend zijn lezers aanmoedigt om te visualiseren. He says it's in the autobiography of Jung. En hij geeft ook aan dat dat voorkomt in de autobiografie van Jung. And so we have all of these issues. I could go on and on and on. Al deze onderwerpen vinden we dus terug en ik kan zo door blijven gaan. Foster quotes Meister Eckhart. Foster die quote of haalt Meister Eckhart aan. Who was a Catholic mystic. Die een katholiek mysticus was. Oh, he quotes a whole lot of people that are Catholic mystics and Buddhists. Hij haalt een heleboel katholieke mystici aan en boeddhisten. And then he says you must have confession. En dan zegt hij ook je moet belijden. Oh, let's have a look at this. Laten we daar eens naar kijken. He says you must complete with penance and absolution. En je moet deelnemen aan boetedoening en absolutie. Isn't this fantastic? He says once when receiving the confession of a lady. Eens toen een dame belijdenis deed. She looked at me and she saw superimposed upon my eyes the eyes of another. Toen keek ze me aan en zag over mijn ogen heen de ogen van een ander. Isn't this incredible? Is dat niet ongelooflijk? He says, there's nothing wrong with a little bit of holy laughter on occasion. Er is niets mis met zo nu en dan wat heilige gelach. As you enter the story, als je dit verhaal binnentreedt, imagine you see Jesus. Stel u voor dat u Jezus ziet. And he will appear to you. En hij verschijnt aan u. Where do you read that? Waar las u dat? Exercises of Loyola. In de oefeningen van Loyola. And so we go on. He encourages astral travel. En hij moedigt aan om astraal te reizen. Come out of your body. Om uit je lichaam te treden. Go and float up there. En daar ergens boven te zweven. My father-in-law taught me that when I was an occultist. Mijn schoonvader leerde mij deze zaken toen ik nog occultisch zaken deed. And you can do it by breath control. En je kan dat bereiken door controle te hebben op je ademhaling. But what it does, it creates an oxygen shortage in your brain. Maar wat dat eigenlijk veroorzaakt is een tekort aan zuurstof you in je hersenen. You can actually die from it. Je kan er zelfs aan sterven. And then you can get this hypnotic influence and you can experience the most amazing thing. En dan kan je onder hypnose raken en de meest fantastische zaken zien. I did it. Ik heb dat gedaan. It's occult. Het is occult. It's from the devil. Het is van de duivel. Het is hypnose. Well, there he describes how you leave your body and all of these things. En daar beschrijft hij hoe je uit je lichaam kan treden en al dit soort zaken. He teaches mysticism and pantheism. Hij leert mystiek en pantheïsme. It revolves meditation. Never mind. Okay. These are the people he suggests you emulate. Dit zijn de mensen die hij voorstelt die je het best kan emuleren. This is Renovare. Dit komt uit Renovare. Saint Francis. Dat is de heilige Francis. Saint Catherine. De heilige Catherine. Saint Teresa. De heilige Therese. Saint John of the Cross. En de heilige Johannes van het Kruis. We have the full Catholic catastrophe. We hebben hier de complete katholieke catastrofe. And who promotes him? En wie beveelt hem aan? This is a Jesuit webpage, www.jesuitvolunteers.org. Op een jezuïtische webpagina. U kunt hem hier zien. And there they promote him. En hier wordt hij aanbevolen. Freedom of Simplicity by Richard Foster. De vrijheid in eenvoud door Richard Foster. And all of these issues, silence. En al deze zaken, breathing, the whole catastrophe. Stilte, ademhalen, die hele catastrofe. Here are some of the DVDs that come from his students. Dit zijn sommige DVD's die zijn studenten This hebben one's gemaakt. Called Be Still. Deze heet Wees Stil. O Divine Master, teach me this mute language which says so much. O Goddelijke Meester, leer mij deze stomme taal die zoveel zegt. You try that with your wife. Probeert u dat eens met uw vrouw. Look at her. Kijk haar aan. And say nothing. En zeg niets.
for about 3 hours. En doet u dat 3 uur. And see if she doesn't call a doctor. En kijk of ze niet een arts laat komen. This is pathetic. Dit is vreselijk. So you're moving into the presence. Zo u beweegt in de tegenwoordigheid. And then you actually have an experiential religion. En dan heeft u een godsdienst van ervaring. It's Buddhism. It's Buddhism. Het is boeddhisme. You see, when you have a meditation in Buddhism, als u een overdenking hebt in boeddhisme, you go into contemplative silence. Ik kan even het goede woord niet vinden voor contemplation. De overdenking, ja. Ah, that's excellent. Okay. Overdenkende stilte. In de stilte. Yes. And then you empty your mind totally. En u maakt uw geest compleet leeg. And you become nothing. En u wordt niets. And when you are nothing, you become part of God. En als u niets bent, dan wordt u deel van God. It's called nirvana. Dat wordt nirvana genoemd. Well, Jesus never said, make your mind nothing. En Jezus heeft nooit gezegd, maak uw geest tot niets. He said, I've come to fill you. Hij zegt juist, ik ben gekomen om u te vullen. So the Pope has great connections with Buddhism. De paus heeft sterke banden met boeddhisme. And there are all the pictures. Hier vindt u veel plaatjes. There is Mother Teresa. Daar is Moeder Teresa. Kneeling before the statue of Buddha. Die knielt voor het beeld van Boeddha. En hier vindt u een uitvergroting. So there's no difference between these religions. Er is dus geen enkel verschil tussen deze twee godsdiensten. Here you have a Vietnamese Buddhist monk. Hier heeft u een Vietnamese boeddhistische monnik. And he preached to a packed stadium. En hij had een verhaal voor een volgepakt stadion. Where? At Loyola University. En dat was op Loyola, de Universiteit van Loyola. Am I showing you enough Jesuit connections here? Heb ik u voldoende verbindingen met de Jezuïeten laten zien? Here is a Catholic priest preaching in front of the statue of Buddha. Hier is een katholieke priester die staat voor een beeld van Boeddha. Isn't this sweet? Ziet dit er niet lieflijk uit? This is the Jesuit Catholic priest Father Saju George. Dit is de Jezuïtische katholieke priester Vader Saju George. Who is performing a dance? Die een dans uitvoert. And that creates a better communication with God. En dat bewerkt een betere communicatie met God. Try that with your wife next time you want a sandwich. Probeer dat ook eens met uw vrouw de volgende keer als u behoefte hebt aan een boterham. Bees do it. I mean, they go and say where the food is. Dit soort gebergen. Here we go. The nuns are taking on this thing. En ook de nonnen hebben dit overgenomen. And notice that it's in tune with Vatican II. En dit ligt helemaal in lijn met Vaticaan II. Oh, this is so exciting. Dit is opwindend. Here's one of the great training centers for spiritual formation. Dit is een van de grote trainingscentra voor geestelijke formatie. It's called Shalom Institute. Het wordt genoemd Shalom Institute. And there is the founder. Dit is de stichter. He's dressed all in black. Hij is totaal gekleed in zwart. I wonder why. En ik vraag me af waarom. And then he has, what does he do? Spiritual deepening programs. En dan heeft hij geestelijk verdiepende programma's. Spiritual direction. Geestelijke richtinggevende sacred programma's. Sacred listening. Heilig luisteren. Contemplative leadership. Overdenkend leiderschap. Flowing together. Samen vloeien. Are you getting the buzzwords? Ziet u de kernwoorden hierin? Now here's the catch. Hier is waar het om draait. If you want to be a spiritual director, als u een geestelijk leider wilt zijn, you have to be trained by these institutes. Moet u op deze instituten getraind worden. And you will not get official recognition unless you're trained by these institutes. En u zult geen werkelijke erkenning krijgen als u niet op een van deze instituten onderricht bent. Irrespective of what denomination you belong to. Van wat voor kerk je ook deel bent. This is dangerous. Dit is gevaarlijk. I didn't read you his introduction. It's so pathetic. I don't want to go there. Die introductie is te pathetisch. Daar zal ik verder niet op ingaan. They practice Reiki. Zij brengen Reiki in praktijk. They practice body prayer. Ze hebben ook lichaamsgebed. Do you know what a body prayer is? Weet u wat een lichaamsgebed is?
Well, I've taught you what a breath prayer is. Ik heb u geleerd wat een ademgebed is. Maybe you should kick me out. Maybe I'm a spiritual director. Maar u zult me er eigenlijk uit moeten schoppen, want ik ben eigenlijk een geestelijke leidinggever. Don't do it. Maar ik zeg u er wel bij, doe het alsjeblieft niet. Every part of the body is sacred. Ieder deel van het lichaam is heilig. You have sacred feeling. U heeft heilige voeling, sacred gevoel. Sacred touch. Een heilige aanraking. Sacred smell. Een heilige reuk. Sacred hearing. En een heilige gehoor. So the music is right, the aroma is right, everything must be right. Dus de muziek is goed en de reuk is heilig. You see, your body is a faithful and beautiful friend of your soul. Want uw lichaam is een getrouwe en schone vriend van uw ziel. And you gather all these senses and that becomes your part of your prayer. En u krijgt al die gevoelens naar binnen. Dat is dan onderdeel van uw gebed. There's no faith here whatsoever anymore. It's devoid of faith. It's sin. Het is totaal leeg van geloof. Het is zonde. Now here's one of the students of Shalem. Hier is een van de studenten van dit Shalem Instituut. And they abandoned Protestant principles and they convert to Catholicism. Zij hebben de protestantse principes verlaten en zijn bekeerd tot de katholieke principes. So they have sacred dance. Ze hebben de heilige dans. And whether these are Turkish or whether they are Christian makes no difference. En of het Turks is of christelijk is, het maakt niet uit. And they have mysticism. Zij kennen mystiek. And then they become Catholics, whether they're Baptists or whatever it is, because we're all one happy family. En of het katholieken zijn of baptisten of wat ook, het maakt niet uit. Het is één gelukkig, grote gelukkige familie. And he'll be the first Baptist minister to become a Catholic priest. En hij was de eerste baptistenpredikant die een katholiek priester werd. And sacred dancing. De heilige dans. Now, this is fascinating what these people say. En het is fascinerend wat deze mensen te vertellen hebben. They have a tent of Abraham, Hagar and Sarah. Ze hadden de tent van Abraham, Hagar en Sarah. So the Muslims, the Christians, the Jews all take part in this happy dance. En zo nemen dus de moslims, de christenen en de joden deel aan deze blijde dans. And Sacred Dance Guild promotes sacred dance as a prayer. En een heilig dansgilde promoot de heilige dans als een gebed. So you can have spiritual growth. U heeft daarmee geestelijke groei. Connection to the divine. En u wordt verbonden met het goddelijke. What's happened to speaking to God? En wat gebeurt dan met ons spreken met God? And accepting by faith that he hears you. En dan in het geloof aanvaarden dat hij ons hoort. This is nice, Sam. Who are these? Wie zijn dit? These are 1,200 women dancing for John Paul II. Dit zijn 1,200 dames die dansen voor Johannes Paulus II. Yes, and there were 100,000 people in the stadium. En er waren 100.000 mensen in dat stadion. Here they are dancing in their white robes while in the Catholic churches during Mass. En hier dansen ze, maar dan in hun witte kleden tijdens de mis in de katholieke kerk. And young girls dancing for Archbishop Niederauer. En ook de jonge dames dansen hier voor aartsbisschop Niederauer. Dancing. This is all part of the Catholic tradition. Where was this? Dit is alles deel van de katholieke traditie. Waar Where vond was dit this plaats? Sacred dance? Deze heilige dans. This was this year. Dat was dit jaar. In Yankee Stadium when Pope Benedict said the mass there. In het Yankee Stadion toen Paus Benedictus in New York was. Just before the close of probation. Net voor de afsluiting van de genadetijd. Dancing and drums and all of these things will dans come like a flood. En drum zal als een vloed komen. Now I'm going to shock you. Ik zal u shockeren misschien. Let's go to the Protestant web pages. Laten we naar de protestantse webpagina's kijken. Let's go to a conservative church, the Methodist church. Naar een conservatieve kerk, naar de methodistische kerk. There's the Methodist Center for Spiritual Formation. Daar vinden we een methodistisch centrum voor geestelijke formatie. And here's their program for 2008 and 2009. En er wordt hier gesproken over het programma van 2008 en 2009. What church is this? Welke kerk is dit? The Methodist de Methodisten. Prayer labyrinth. Een gebedslabyrint. So you walk through a labyrinth while you pray. U wandelt door een labyrint terwijl u bidt. Monastic spirituality. Geestelijke vormen vanuit een kloostervorm.
monastic communities. En kloostergemeenschappen. This seminar will clarify the dynamics that have arisen out of monastic spirituality. Dit seminar zal duidelijk maken de dynamiek die voortkomt uit dit uit deze kloostergeestelijkheid. Thais worship. Thaisie aanbidding. It's a ecumenical monastic community. Het is een ecumenische kloostergemeenschap. They're going to have Thais prayers. En daar zullen ook Thaise gebeden worden gehouden. Excuse me, this is a Methodist webpage. Maar bedenk, dit is een webpagina van de Methodisten. Introduction to iconography. En u krijgt een introductie tot iconografie. So you have this Greek Orthodox Church spiritual director, certified speaker. U maakt u dus ook kennis met de Grieks-Orthodoxe kerk en verder met weer de geestelijke leider en een gecertificeerde spreker. And she'll teach you to worship icons. En ze zullen u leren om iconen te aanbidden. What webpage is this? Welke webpagina was dit ook weer? The Methodist. Van de Methodisten. Journaling through active imagination. En u zult een ervaring hebben door actieve verbeelding. Wellness and health. En een goed gevoel en gezondheid. That sounds good. Dat klinkt toch allemaal geweldig. And it's right to do that. En het is natuurlijk ook goed om daaraan te werken. But this is a new age methodology that they're employing. Dit is een methodiek vanuit de New Age die hier toegepast wordt. Wesley would have a cadenza. Wesley die zou compleet ineenstorten. Let's go to the Presbyterian Church. Laten we eens kijken bij de Presbyteriaanse kerk. Let me just get this straight. Laten we helder zijn. What is the Presbyterian Church? Waar staat de Presbyteriaanse kerk voor? It's Calvinistic. Het is een Calvinistische kerk. It's the English equivalent of the Dutch Reformed Church. Het is het equivalent in Engeland van de Nederlands Hervormde kerk. So, let's see. Laten we kijken. They're going to have the Spirit's touch. We hebben de aanraking van de geest. Contemplative silence. Een overdenkende stilte. Ah. Sacred heart of the sacred center. Het hart van het heilige centrum. You will explore historical archetypes. Je zal historische aardstypen ontdekken. The labyrinth as a tool. En het labyrinth als een instrument. Labyrinth facilitation. Een faciliteit kan je vinden in het labyrinth ook. Ritual meditation. Een rituele meditatie. Well, lecture art music. Gewoon voordracht, kunst en muziek. And then sacred circle. En de heilige cirkel. As a vehicle for unfolding the deep mystery within and around us. Als een instrument dat voor ons de diepe mysterie om ons heen en in ons openbaart. This is Dutch Reform Calvinism. En dit is dus Nederlands hervormd Calvinisme. What is sacred circle? Wat is de heilige cirkel? Well, here's the labyrinth. You can go and pray in there. Hier vindt u een labyrinth, daar kunt u gaan bidden. And then you can pray around the candle. En dan kunt u om een kaars bidden. And of course you have to use beads. En natuurlijk heeft u deze kettingen nodig. Oh, so this is what you basically do. Dus dit is wat we eigenlijk in de basis doen. Small group studies. Een studie in kleine groepen. Individual mentoring for pilgrimage. En een individuele begeleiding voor een individuele pelgrimage. And this is what you are. What it's all about. Stillness. Het gaat om stilte. Silence. Nog een keer stilte. Solitude. Eenzaamheid. All of these points. Al deze punten. This is the beginning of the end. Dit is het begin van het einde. Here's a new ager. Hier vinden we iemand van de New Age. Father Thomas Keating is quoting and he's quoting the Presbyterian Church. Hij haalt Father Thomas Keating aan en de Presbyteriaanse kerk. This is New Age, quoting the churches. Maar het is New Age en hij haalt de uitspraken van de kerken aan. Alice A. Bailey said that this would happen. En Alice Bailey had voorzegd dat dit zou gebeuren. She said the Christian church. Zij zei de
christelijke kerk and its many branches en de vele vertakkingen daarin can serve as a St. John the Baptist, kunnen dienen als een Johannes de Doper, as a voice crying in the wilderness, als een stem in de woestijn and a nucleus through which world illumination may be accomplished. En een kanaal waardoor de wereld verlicht zal worden. Now, Satan is setting up his final kingdom. Satan is bezig zijn uiteindelijk koninkrijk te vestigen. The Bible says, de Bijbel zegt, I am crucified with Christ. Ik ben gekruisigd met Christus. But Christ lives within me. Maar Christus leeft in mij. And he loved me. En hij houdt van mij. Revelation says, hurt not the earth, neither the sea nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. In Openbaring vinden we, brengt geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen, totdat wij de dienaren van God verzegeld hebben in hun voorhoofd. Bind up the testimony, seal up the law amongst my disciples. Bind de getuigenis en verzegel de wet onder mijn discipelen. And just as soon as the people of God are sealed in their foreheads. En op het moment dat het volk van God verzegeld is in hun voorhoofden. And what is it to be sealed? En wat is dit zegel? It's to be settled in the truth, both intellectually and spiritually, so you cannot be moved. Het is dat de waarheid bezit van je heeft genomen, zowel intellectueel als geestelijk, zodat je niet langer bewogen kan worden. And then the shaking will come. En dan zal de schudding plaatsvinden. So we are going to face two choices here. Dus we hebben twee keuzes die we kunnen maken. We can stick to faith. We kunnen vasthouden aan geloof. And we can be sealed in the truth, so we cannot be moved. En verzegeld zijn in de waarheid, zodat we niet bewogen kunnen worden. Or we can be moved into a needs-based theology. Of we kunnen ons overzetten in een godsdienst die gebaseerd is op de behoeften die we hebben. And replace faith with feeling. En geloof vervangen door gevoel. And it's going to come to all of us. En het zal ons alle voorgehouden worden. This is the final act of Satan to sweep the world into his camp. Dit is de uiteindelijke daad die Satan zal doen om ons alle over te zetten in zijn beweging. Isaiah 64 verse 8. Jesaja 64 vers 8. Yet, O Lord, you are our father. O Heer, u bent onze vader. We are the clay. Wij zijn klei. You are the potter. U bent de pottenbakker. We are all the work of your hand. Wij zijn het werk uw handen. You need no ecclesiastic to form you. We hebben geen kerkelijk werker nodig om ons te vormen. You have a heavenly father we who loves you. Hemelse vader die van ons houdt. Jeremiah 18 verse 6. En in Jeremia 18 vers 6. O house of Israel, cannot I do with you as this potter? O huis van Israël, kan ik niet met u doen als deze pottenbakker doet? Says the Lord. Zegt de Heer. Behold, as the clay is in the potter's hand. Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker is. So you are in mine hand. Zo bent u in mijn hand. O house of Israel. O huis van Israël. Fear everything that has to do with form or practice. Heb een vrees voor alles wat te maken heeft met vorm of praktijkzaken die je doet. Develop a simple faith. Ontwikkel een eenvoudig geloof. Like a child. Als een kind. You have a heavenly father that loves you. U heeft een hemelse vader die van u houdt. He cannot wait for you to speak to him. Hij kan niet wachten op het moment dat u met hem kunt spreken. You need no ritual in order to do it. U heeft geen ritueel nodig om dat te doen. Then it's not by faith. Dan is het niet langer meer door geloof. You speak and you accept that he hears you. U spreekt en u accepteert dat hij u hoort. And be rooted in faith and doctrine. En wees gevestigd in geloof en leer. And none of you will be shaken. En niemand van u zal geschud worden. Amen. Amen.